Goedemiddag iedereen. We zijn bij de webinar over financieringsstromen tijdelijk verblijf van palliatieve zorg. Mijn naam is Mathilde Dijk. Ik geef zo meteen het stokje over aan Nicole Reuver. Zij zal zichzelf voorstellen. Deze webinar wordt gegeven vanuit het programma Beter Oud en de Amsterdamse Huisartsenalliantie in het kader van de kwaliteit van de POH Ouderen. Ik heet jullie allemaal van harte welkom namens het programma Beter Oud. En ik ben projectleider van het programma Beter Oud namens de ELA. Van harte welkom. Jullie hebben de instructies gelezen. En ik geef nu het woord aan Nicole Reuver. Zij stelt zichzelf voor. Dag, goedemiddag allemaal. Even kijken, gaat het goed? Ja, volgens mij wel. Mijn naam is Nicole de Reuver en nogmaals ook namens mij van harte welkom bij dit webinar over financieringsstromen, tijdelijk verblijf en palliatieve zorg. Ik ben zelfstandig adviseur en projectmanager en heb verschillende opdrachten bij eerstelijnsorganisaties, zoals huisartsen, maar ook geboortezorgorganisaties en VVT-organisaties. In het verleden veel gedaan, ook bij de ouderenzorg. Dus vandaar dat ik jullie ook wel wat kan vertellen en hoop te kunnen vertellen over de regelingen rondom tijdelijk verblijf en palliatieve zorg. Ik ga zo dadelijk mijn scherm delen en daarmee krijgen jullie de presentatie te zien. Die wordt ook nog nagezonden. Vragen kunnen jullie stellen in de chat. Op het moment dat we tot een vragenrondje zijn, zullen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Mathilde houdt de vragen voor jullie in de gaten, dus mocht het zo zijn dat een vraag onmiddellijk beantwoord moet worden, zal ze zeker gaan inbreken. Ik hoop dat het verhaal dan in ieder geval duidelijk is en schroom dus niet om je vragen in de chat te stellen. Ik ga mijn scherm met jullie delen, zodat jullie mijn presentatie kunnen zien. Hij is aan het opstarten. Eén moment geduld alstublieft. Kijk, daar is hij. Nou, nogmaals hartelijk welkom. Dit is wat ik vanmiddag graag met jullie wil gaan bespreken. Het programma voor vandaag. We gaan het hebben over de verschillende financieringsstromen en de loketten. En dat er dus verschillende loketten zijn, heeft te maken met het feit dat er verschillende wetten zijn die het tijdelijk verblijf regelen. En dat is misschien ook wat jullie in de praktijk wel tegenkomen, dat het best wel ingewikkeld is van wanneer moet je nou waar zijn en bij welke patiënt moet je nou welke zorg regelen. We gaan het ook even hebben over de wet langdurige zorg, ook omdat er wel wat vragen over zijn. Hoe zit dat nou precies en ook in verhouding tot het tijdelijk verblijf? Vervolgens hoe de aanmelding van tijdelijk verblijf in Amsterdam is georganiseerd. Daarna gaan we door naar de palliatieve zorg en vervolgens hebben we dus de ruimte voor vragen, wat ik net al vertelde. Ik ga het vandaag niet hebben over de spoed en de crisiszorg. We hebben het eigenlijk alleen over het tijdelijk verblijf. Dat doe ik omdat dat op een andere manier is georganiseerd, natuurlijk voornamelijk via de SEH. Maar ik wil jullie wel daarin meegeven dat het van groot belang is dat er tijdelijk verblijf goed georganiseerd is en dat mensen daar terechtkomen en niet op de spoedeisende hulp. Omdat we weten dat er gewoon heel veel ouderen elk jaar op die spoedeisende hulp terechtkomen en dan toch naar het ziekenhuis gaan, terwijl dat in 40% van de gevallen niet noodzakelijk is. Dat betekent dat er meer dan 300.000 ouderen per jaar onterecht dat ziekenhuis inkomen, terwijl er dus eigenlijk een andere voorziening, een andere tijdelijk verblijfsvoorziening, veel meer op zijn plek is. Maar dan moeten we wel de weg daarin kennen en dat is vaak een beetje het probleem. We zien vaak niet helemaal door de boom het bos, omdat het zo oningewikkeld is georganiseerd. En met name dus wat ik hier net al vertelde, omdat er dus verschillende wetten en regels zijn die het een en ander uitvoeren. Ik hoop jullie vanmiddag mee te nemen in het verhaal en jullie daarin duidelijkheid te bieden over van welke voorzieningen er nou zijn, wanneer dat nou voor jouw patiënt nodig is en noodzakelijk is, welke voorziening daarbij hoort en vervolgens wat ieders taken en verantwoordelijkheden daarin zijn. Ik begin met de eerste, in rij en dat is de wet maatschappelijke ondersteuning. En deze neem ik mee omdat dat gaat over de spijtvoorziening.
De WMO is namelijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. En daar komt ook dus uit voort dat er logeervoorzieningen, groepsgesprekken, dagopvang, vrijwilligers en de zorg tijdens vakantie geregeld moeten worden. Dat is de zorg die door de gemeente wordt uitgevoerd, dus in het kader van de WMO. Nou, ik zei het net al, de respijtvoorziening, dat is dus iets wat vanuit de WMO wordt georganiseerd en dus door de gemeente. Waarom ik deze meld, is om goed het verschil te weten tussen de EOV, waar ik het zo dadelijk nog met jullie over ga hebben, en de respijtvoorziening. Dit is namelijk aan de orde op het moment dat je een tijdelijk verblijf voor je patiënt nodig hebt, waarbij de medische situatie stabiel is. Het gaat over een tijdelijke vervanging voor de eigen omgeving. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden voor de WMO. Je kan bijvoorbeeld denken op het moment dat een mantelzorger weg is gevallen en dat daarvoor een respijtvoorziening nodig is. Maar dat is zeker een bekend voorbeeld. Maar je kan ook denken aan een respijtvoorziening die nodig is na een ziekenhuisopname en het huis nog niet is aangepast. De medische situatie is dan op dat moment stabiel. Er is bijvoorbeeld geen behandeling meer nodig. Maar het huis is nog niet klaar, dus iemand kan daar niet naartoe. Dus dat is een situatie waarin je deze respijtvoorziening eigenlijk aan de orde is en aangevraagd kan worden. Je moet wel oppassen, want op het moment dat er dus sprake is van een dreigend gezondheidsverlies of dat er sprake is van onplanbare zorg, dan wel dat de ADL moet worden overgenomen, dan is de respijtvoorziening niet op zijn plek en dan moet je een EOV aanvragen. Ja, er zijn verschillende vormen van respijtvoorzieningen in Amsterdam. Dit is eigenlijk wat er normaal is. Het kan natuurlijk zijn dat door corona nu een aantal respijtvoorzieningen niet meer beschikbaar is. Of althans tijdelijk niet beschikbaar is. Maar dat is natuurlijk daarin kan aan de orde zijn. Maar in feite zijn dit verschillende vormen van respijtvoorzieningen in Amsterdam. Nou, ik heb ze hier in ieder geval even op een rijtje gezet. Misschien is een aantal van jullie ook al bekend en hebben jullie daarmee al aan de orde gehad. En dit zijn dus de zaken die via de gemeente wordt geregeld en wat je ook bij de gemeente kan gaan aanvragen. Dit was de WMO. De tweede vorm van tijdelijk verblijf wordt via de zorgverzekeringswet geregeld. En dat is meteen ook de wet waarin het meeste is geregeld. Enerzijds gaat het over de eerste lijnsverblijf, de EOV. We hebben het natuurlijk over de spoedzorg. Nou, hè, wat ik net al zei, van daar ga ik het verder niet over hebben, want dat is echt de spoed en de crisis. En dit is eigenlijk meer de tijdelijke zorg. En de laatste is de geriatrische revalidatiezorg. Allereerst, de eerste lijnsverblijf. Nou, ik denk dat de meeste van jullie hier al wel mee aan de orde hebben gehad en mee te maken hebben gehad, want het is toch ook wel een voorziening die vaak voorkomt. We hebben eigenlijk drie verschillende vormen van eerste lijns verblijf, maar ik heb er hier de twee genoemd omdat de andere zo meteen bij die palliatieve zorg aan de orde komt. We hebben de eerste lijns verblijf laagcomplex en hoogcomplex. En de laagcomplexe zorg gaat dus op het moment dat er sprake is van een enkelvoudige aandoening of beperking. Het gaat over de verzorging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie. En de huisarts is daarin medisch verantwoordelijk. Dat is dus gewoon de eigen huisarts. En het kan zijn dat er een locatie is voor EOV die wat verder weg is gelegen. Dan neemt een andere huisarts dat over. Maar de huisarts is bij de EOV laag de eindverantwoordelijke. We hebben daarentegen ook de hoogcomplexe zorg. En dan heb je het over dat er meerdere aandoeningen zijn. Dus het is niet één ding op zich, maar er zijn meerdere dingen. Dus hè, je kan het voorstellen op het moment dat het gaat over iemand is gevallen en die kan daardoor niet thuis blijven. Op het moment dat het echt alleen gaat over die val en de beperking die daarmee te maken heeft, dan is het laagcomplex. Maar heeft iemand bijvoorbeeld ook al te maken met wat cognitieve problemen, dan zijn het meteen elkaar beïnvloedende aandoeningen en is er dus sprake van een hoogcomplexe zorg. Die hoogcomplexe zorg vraagt dus ook om een multidisciplinaire behandeling.
En dat betekent dus dat de hele behandelfaciliteiten aanwezig moet zijn. Niet alleen medisch, maar ook de paramedische zorg. En in dit geval is de specialist oudere geneeskunde dan ook de medische verantwoordelijke. En de medische verantwoordelijkheid die gaat weer terug naar de huisarts op het moment dat iemand weer terug naar huis gaat. Even kijken. De eerste lijnsverblijf die kan maximaal 3 maanden worden ingezet. En eventueel kan naar toestemming van de zorgverzekeraar die zorg nog verlengd worden. Maar in feite is het 3 maanden. Het eigen risico is daarin van toepassing. Dus het eigen risico wat voor iedereen wat voor iedereen geldt. En het kan dus alleen geboden worden in een verblijfszetting. Dus vaak in de verzorgingshuizen of de verpleeghuizen die deze bedden beschikbaar hebben. Het verblijf duurt dus maximaal 3 maanden, maar het stopt eerder en het stopt wel op het moment dat de medische zorg thuisgeboden kan worden. Of dat er sprake is van een herstel of een stabilisatie van de gezondheidssituatie. En de laatste manier waarop het stopt is dat zodra er een indicatie voor WLZ wordt afgegeven of nodig is. Op het moment dat iemand op een ELV verblijft en we weten eigenlijk van nou, naar huis gaan is toch geen optie. Het gaat wel echt slechter met iemand. Het lukt niet om iemand terug te laten keren naar huis. Dan weet je eigenlijk dat die ELV dus niet meer een tijdelijk verblijf is, maar eigenlijk een soort opmaat naar een WLZ-voorziening. En dan stopt dus die eerste lijnsverblijf. Een ander onderdeel van de tijdelijk verblijf via de zorgverzekeringswet is de geriatrische revalidatiezorg. En daarbij gaat het over intensieve, complexe revalidatiezorg. En er moeten haalbare revalidatiedoelen zijn en die moeten behaald kunnen worden binnen 6 maanden na opname. Nou, vaak zie je dat dit aansluitend is op een ziekenhuisverblijf, nou, bijvoorbeeld een heup- of een knieoperatie. Maar het is sinds dit jaar, meen ik, is het ook mogelijk dat het rechtstreeks na een ELV-opname of vanuit de thuissituatie mogelijk is. Dat was voorheen niet. Misschien hebben jullie daar wel eens mee aan de orde, ook aan de orde gehad. Maar het is dus nu ook mogelijk dat iemand bijvoorbeeld na een ELV-opname toch aansluitend naar de GRZ kan. En dat heeft ermee te maken dat soms niet altijd heel helder is of er revaliderbare doelstellingen zijn. En op het moment dat die er toch blijken te zijn, bij bijvoorbeeld een ELV, kan iemand toch naar de GRZ. Het kan ook zo zijn dat iemand bijvoorbeeld een val meemaakt. Er is wel wat aan de hand. Iemand wordt niet in het ziekenhuis opgenomen, maar moet wel gerevalideerd worden. Dan kan dit dus ook. En voorheen gebeurde het wel eens wat oneigenlijk dat iemand dan toch even dat ziekenhuis in moest voor een opname, zodat vervolgens de GRZ kon worden aangevraagd. Nou, dat was natuurlijk een beetje oneigenlijk gebruik en zeker ook wat geleur van mensen waar niemand blij mee was. Dus dat is in ieder geval veranderd. Op het moment dat dat wel zo aan de orde is, gaat het wel over dat de specialist ouderengeneeskunde moet beoordelen of de noodzaak voor de GRZ-opname er is. Dus dat is wel een belangrijke voorwaarde. En dan wordt dus ook echt gewoon via een geriatrisch assessment wordt dat vastgelegd, ook de kwetsbaarheid. Dus het kan ook zijn dat de specialist ouderengeneeskunde zegt op basis van dat geriatrisch assessment, ja, iemand is nu te kwetsbaar om die doelstellingen te behalen binnen 6 maanden tijd. En dan kan het zijn dat bijvoorbeeld een ELV hoogcomplex beter op zijn plek is. Het is ook een vrij klinische setting, dus daarin wordt ook wel bepaald en beoordeeld of iemand daar wel echt op zijn plek is. Ook van belang is wel dat de diagnostiek over de acute ziekte is afgerond, dus dat dat niet meer aanwezig is. Dit was even over de tijdelijke verblijf vanuit de zorgverzekeringswet. Hè. Dus ik heb net over ben begon bij de WMO over de respijtvoorzieningen. Vervolgens de zorgverzekeringswet over de EOV laag, hoogcomplex en de geriatrische revalidatiezorg. Dan wil ik nu doorgaan naar de volgende en dat is van de wet langdurige zorg. Ik zal even horen, Mathilde, zijn er ondertussen vragen die nu beantwoord moeten worden of kan ik door? Ik heb in ieder geval eentje die ik niet beantwoord heb en dat is mag GRZ ook ingezet worden bij iemand met dementie? Ja, in feite mag het wel, maar vaak zul je zien dat de specialist ouderengeneeskunde toch wel aangeeft dat
bij het vaststellen van de kwetsbaarheid via het geriatrisch assessment, dat dan toch wordt gezegd dat die plek niet helemaal voor iemand de juiste is. En dat bijvoorbeeld een hoogcomplexe ELV meer geschikt is. En dat heeft ook te maken met de hele verblijfssetting. Want in een hoogcomplexe ELV is het eigenlijk gewoon in het verpleeghuis. Dat kan een GRZ trouwens ook zijn, maar dat is vaak veel meer ook een klinische afdeling. Een hele multidisciplinaire klinische afdeling. Dus vaak kan dan ook worden gezegd, nou dan is toch iemand beter op zijn plek op de ELV. Dus het is niet per definitie een uitsluitingscriteria, maar in de praktijk zul je zien dat het toch wel eens wordt beoordeeld als zijnde van nou iemand is beter ergens anders uit. En aansluitend komt daar de vraag van mag respijtzorg worden ingezet bij iemand met dementie? Dat kan, zodra de medische situatie maar stabiel is. Dus dat is een belangrijke voorwaarde. En op het moment dat er wel sprake is van onplanbare zorg, dan niet. Dus dat is daarin ook weer een voorwaarde. En zeker ook met dementie zul je natuurlijk zien dat die zorg niet altijd zo duidelijk gepland kan worden en georganiseerd daarmee kan worden. Dus dan is dat eigenlijk gewoon niet aan de orde. Er zullen een enkeling zijn waarbij die zorg echt gewoon gepland kan worden, ondanks de dementie. Maar bij de meesten zal dat natuurlijk niet het geval zijn. Nou, dit waren eigenlijk de vragen, dus dat waren ze. Oké, hartstikke goed. Dankjewel. Dan ga ik door naar de wet langdurige zorg. En dat is de zorg die wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. Dus hiermee ook meteen de derde uitvoeringsinstantie. Dus naast de gemeente die de WMO doet, de zorgverzekeraars die de zorgverzekeringswet doet, hebben we ook nog eens een keer te maken met de zorgkantoren die de WLZ doen. En de WLZ, waar het gaat over de tijdelijk verblijf, hebben we het over de WLZ crisiszorg. Nou, en voordat ik daarmee verder ga, is het even van belang en wil ik jullie graag kort meenemen in de wet langdurige zorg. De wet langdurige zorg, want daar waren namelijk ook wel wat vragen over of ik dat kon behandelen tijdens dit webinar. Dat is wel van belang om te weten wat dat nou precies is en wanneer dit nou eigenlijk van toepassing is. Er zijn dus een aantal voorwaarden en toegangscriteria voor de wet langdurige zorg. Het gaat in ieder geval over een aanwezigheid van een stoornis of een aandoening. Waarbij er gewoon permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid nodig is. En het gaat ook over een blijvende zorgbehoefte. Dus het gaat vaak over iemand die niet alleen kan worden gelaten. Ouderen bijvoorbeeld met een vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke handicap. Of bijvoorbeeld LVG met gedragsproblematiek. Op het moment dat die indicatie die door het CIZ wordt gesteld, wordt die daarmee dus ook voor de rest van het leven gesteld. Dat heeft er dus mee te maken van, het is gewoon een blijvende zorgbehoefte. Het verandert niet. Die stoornis of die beperking is nou eenmaal aanwezig en die gaat ook niet meer weg. En op het moment dat die 24 uur zorg nodig is, dan wordt dus ook verwacht dat dat zo zal blijven. Vandaar dus ook die geldigheid voor de rest van het leven. De indicatiestelling gebeurt dus door het CIZ. De familie kan het zelf aanvragen, maar dat kan ook door een zorgaanbieder, bijvoorbeeld door een huisarts of een case manager gedaan worden. Daarvoor is veel machtiging nodig van de betreffende patiënt. En vervolgens wordt er dan door het CIZ beoordeeld die aanvraag of er inderdaad sprake is van langdurige zorg. En zo ja, wordt er een zorgprofiel afgegeven. En die zorgprofiel die beschrijft eigenlijk de zorgbehoeften. Nou, vroeger heette dat ZZP, zorgzwaartepakketten, en nu heet dat zorgprofielen. Uiteindelijk staat er in het zorgprofiel ook een grondslag, dus op basis waarvan die indicatie is vastgesteld. Nou, dat kan zijn een somatische aandoening of een beperking, een lichamelijke handicap, een psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke handicap. Het CIZ die antwoordt doorgaans binnen 6 weken of er sprake is van een indicatie en of die indicatie gesteld kan worden. En het kan zijn dat er vanwege bijzondere omstandigheden dat die indicatie al binnen 2 weken wordt beoordeeld. En dus ook of iemand toegang heeft tot die WLZ. Daarbij is wel nodig dat er sprake is van een plotselinge wijziging in de situatie van de patiënt. Dus dat is niet zomaar. Op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is als gevolg van dementie van een geleidelijke achteruitgang,
Dan is er geen sprake van een plotselinge wijziging en zou die indicatie ook niet versneld worden afgegeven. Het CZ doet ook niet meer aan spoedaanvragen, maar die willen het dus wel in bijzondere omstandigheden versneld afgeven. Op het moment dat die bijzondere omstandigheid aan de orde is, dan wordt in ieder geval die indicatie ook wel met terugwerkende kracht afgegeven. En nog wel goed om te melden is dat een bijzondere omstandigheid ook is de aansluiting op een GRZ of een EOV-opname. Dus wat ik jullie net vertelde, dat op het moment dat iemand op een EOV verblijft en duidelijk is geworden dat iemand toch niet naar huis kan, dan wil het CZ in die gevallen wel versneld die indicatie dus binnen 2 weken afgeven met terugwerkende kracht. Daarnaast is het van belang om te weten dat de huisarts de indicaties van het CIZ ontvangen. Dat gebeurt automatisch, dus let daarop of je dat ook, of de huisarts dat ook gewoon ontvangt. Dat wordt gewoon automatisch verstuurd, maar daarbij moet de patiënt natuurlijk wel toestemming hebben gegeven. Op het moment dat de patiënt daar geen toestemming voor heeft gegeven, wordt die indicatie niet doorgestuurd. Het is van belang om binnen de huisartsenpraktijk te weten welke patiënten een WLZ-indicatie hebben. Enerzijds is dat van belang voor de financiering. Omdat er namelijk op het moment dat er een visite of een consult is, dat er extra geld voor is. Dus het is een hoger tarief. Dat geldt ook op het moment dat iemand op een tijdelijke opnameplek is. Dus daar zijn ook hogere vergoedingen voor. Maar dat is ook van belang om te weten dat als er sprake is van een tijdelijk verblijf. En op het moment dat dat namelijk is dat iemand een WLZ-indicatie heeft, dan is niet de huisarts verantwoordelijk voor het regelen, het organiseren van een tijdelijke verblijfplek, maar de zorgaanbieder die de WLZ-indicatie in zijn of haar portefeuille heeft. Dus dat is een belangrijke om te weten. Dus het is enerzijds vanwege de financiering, maar ook vanwege dus de verantwoordelijkheid van of de huisarts of de zorgaanbieder wie de tijdelijke verblijf moet gaan regelen. We hebben verschillende leveringsvormen van de WLZ. De persoonsgebonden budget, de PGB, zullen jullie vast kennen. En de zorg in natura. Met het persoonsgebonden budget ontvangt dus een cliënt zelf eigenlijk een zak geld en koopt daar vervolgens de zorg voor in. Nou, dat vraagt wel wat dat iemand daartoe in staat moet zijn, dat iemand dat goed moet kunnen regelen. En daarnaast de zorg in natura. Dus dan krijgt iemand gewoon de zorg zoals die in het zorgprofiel is beschreven. Zorg in natura kan op 3 verschillende manieren geregeld worden. De eerste is de opname in een instelling. Dus dat betekent gewoon dat iemand intramuraal gaat wonen. De tweede is een volledig pakket thuis. En daarbij is 1 WLZ-aanbieder verantwoordelijk voor de totale coördinatie en organisatie aan zorg. Dus dat is niet alleen gewoon de verpleging en de verzorging, maar dat is ook het eten en het drinken, het schoonhouden van de woonruimte, vervoer naar bijvoorbeeld de huisarts of de logeeropvang. De tweede is het modulair pakket thuis, dat is het MPT. En dat betekent dat er eigenlijk de zorg door verschillende zorgaanbieders geregeld en geleverd kan worden. Of dat ook bijvoorbeeld een deel in natura kan en een deel via een PGB. Dus je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld de ene thuiszorgorganisatie die zorgt ervoor dat iemand gedoucht wordt en een andere organisatie zorgt voor de dagbesteding. Dus dat kan. Dus dat kan je met een MPT zo regelen. Dat moet wel overlegd worden met het zorgkantoor. Dus daar moet je wel afstemming voor hebben. Daar moet je toestemming voor hebben of dat mag. Van belang is dus om te weten dat die WLZ dus in 3 gevallen gewoon thuis geleverd kan worden. Dus met een PGB, een VPT of een MPT. Dus op het moment dat iemand een WLZ-indicatie heeft, betekent het zeker niet dat iemand intramuraal in een verpleeghuis moet gaan wonen. Je kan prima nog die zorg thuis ontvangen op verschillende manieren dus. Daar moet wel met het zorgkantoor over overlegd worden. En het zorgkantoor besluit uiteindelijk of die gewenste leveringsvorm ook haalbaar is. Dus het zorgkantoor bepaalt en beoordeelt of bijvoorbeeld dat MPT ook inderdaad zo geleverd mag en kan worden. Op het moment dat een patiënt bijvoorbeeld heel graag wil, ik wil die zorg thuis hebben en ik wil deze zorg van zorgaanbieder A en deze van zorgaanbieder B. En ik doe ook nog een stukje via een PGB. En het zorgkantoor zegt van, nou, dat vinden wij geen goed idee. Dat is niet haalbaar en we vinden dat niet efficiënt genoeg. Dan kan je daar wel weer tegen in beroep tegen gaan.
Van belang is ook nog wel hierbij om te zeggen dat een leveringsvorm, dus een persoonsgebonden budget of zorg in natura, dat wordt dus geleverd van het betreffende zorgprofiel, wat door het CZ is vastgesteld. Maar op het moment dat er meer zorg nodig is dan op grond van de indicatie mogelijk is, dan kan er wel extra geld worden toegekend. Het zorgkantoor heeft daar verschillende regelingen voor. En in een zorgprofiel staat wel omschreven welke zorg er nodig is. Maar het kan zijn dat die zorg in een aantal uren gewoon te beperkt is voor iemand. En dan kan je dus gewoon daarin in ieder geval meer zorg aanvragen. Nou, ik noem dit vanwege eigenlijk ook het feit rondom het tijdelijk verblijf. En het tijdelijk verblijf voor de mensen met een WLZ-indicatie is geregeld via de WLZ-crisis, het crisisbed. Dat gaat dus over een tijdelijke opvang voor mensen met een indicatie en die hebben acuut een bed nodig in een zorginstelling. Dus waar mensen zonder een WLZ-indicatie naar een EOV gaan of naar een GRZ, gaan de mensen met een WLZ-indicatie naar een crisisbed. En de WLZ-aanbieders die hebben met elkaar afspraken gemaakt zodat ze altijd een leeg bed beschikbaar is. He, dat er altijd een crisisbed aanwezig is voor wie dat nodig heeft. Nou, wie kan hier aanspraak op maken? Dat is eigenlijk het rijtje waar we het net al over hadden. Dat zijn dus de mensen met die WLZ-indicatie gewoon thuis ontvangen, een PGB. Maar ook een niet verzilverde WLZ-indicatie. En daarmee bedoel ik de mensen die wel een indicatie hebben, maar die bijvoorbeeld zeggen van, nou weet je, ik red het nog wel met mijn mantelzorgers, met mijn echtgenoot, met mijn kinderen, met de buren. Ik red het nog wel allemaal. Dus ik heb eigenlijk gewoon andere zorg helemaal niet nodig. Dat kan ook. Dus op het moment dat iemand wel die indicatie heeft, maar er geen zorg voor ontvangt, dan nog op het moment dat er sprake is van een tijdelijke situatie waarbij een acuut bed nodig is, dan is ook dat WLZ-crisisbed aan de orde. Het geldt ook als laatste groep voor de mensen waarbij verwacht wordt dat binnen 2 weken die WLZ-indicatie alsnog wordt gesteld. Dus dat zijn ook weer de mensen waarvan het CIZ dan zegt van hey, er is nu verandering van een er is nu een acute verandering van de situatie. Die indicatie die is nodig en we zorgen ervoor dat die versneld wordt afgegeven met terugwerkende kracht. Even kijken. De criteria voor de WLZ-crisis is dat dus die WLZ-indicatie er is of binnen 2 weken komt. Het gaat ook weer om een acute verandering, dus ook weer niet die geleidelijke achteruitgang. Want op het moment dat die geleidelijke achteruitgang is en iemand heeft die WLZ-indicatie, dan wordt eigenlijk gezegd van ja, maar dan had je gewoon al maar eerder gewoon moeten zorgen dat er een plek in het verpleeghuis geregeld wordt. Want daarvoor is de WLZ-crisis niet bedoeld. Het is dus ook weer gewoon wel bedoeld dat iemand weer terug naar de eigen thuissituatie kan. Van belang is ook dat er een gevaarscriterium aanwezig is. En daarmee wordt bedoeld een dreiging van een onacceptabel risico op lichamelijk en geestelijk letsel of het in gevaar brengen van de omgeving. Dus dat moet in ieder geval aanwezig zijn. En binnen 24 uur is die intramurale zorg nodig om dat gevaarscriterium om te zetten of op te heffen. En de WLZ geldt dus ook weer voor mensen zowel met een PG als een somatische zorg. Op het moment dat iemand op een WLZ-crisisbed terechtkomt, dat is dus echt wel een vorm van tijdelijke opvang voor een acuut bed dat nodig is. En de verwachting is dan ook wel dat iemand binnen 2 weken eigenlijk dan weer die opname kan verlaten. Dus of iemand gaat weer naar huis of dan is er wel een reguliere WLZ nodig. Maar goed, dan is het niet de bedoeling dat dat WLZ-crisisbed bezet blijft. Dus die opname is maximaal 2 weken. Die specialist oudergeneeskunde is ook in dit geval weer eindverantwoordelijk, net als bij de ELV hoog. Vaak zie je ook dat er op dezelfde afdeling eigenlijk gewoon de WLZ-crisisbedden en de hoogcomplexe ELV-bedden naast elkaar staan. En de ene dag is het ene bed en de andere dag is het andere bed. Op het moment dus dat die WLZ-indicatie er nog niet is, dan vraagt de locatie dat dus aan. De specialist ouderengeneeskunde die stemt dat weer af met de huisarts. En op het moment dat er een verzet is, dus iemand verzet zich tegen zo'n WLZ-crisisopname, dan gaat de hele procedure via de wet zorg en dwang. En dan moet er dus ook een IBS worden aangevraagd.
Nou ja, en dus nogmaals, hè, van die WLZ-aanbieder, die is dus echt verantwoordelijk voor het regelen van het crisisbed. Dus niet de huisarts. Daar zit echt wel het verschil in. Nou, dit was eigenlijk even over de verschillende loketten van tijdelijk verblijf. En ik ga jullie zo dadelijk vertellen van hoe weet je nou bij welk loket je moet zijn en hoe kom je daar. Even de WLZ afsluiten. Zijn er voor nu vragen over de WLZ? Echt best veel vragen over de WLZ, maar volgens mij heb je ook grotendeels een aantal al beantwoord. Ik loop ze nog door. Dit was de laatste. Mag je ook een WLZ-crisisbed regelen aansluitend op een ELV-bed? Dus mag het in elkaar, na elkaar lopen? Nou, op het moment dat op een ELV blijkt dus dat er eigenlijk sprake is van een geen terugkeer naar huis en dat er sprake is van een WLZ, dan wordt dat inderdaad versneld aangevraagd bij het CIZ. Maar er wordt wel dan naar gekeken van is dit eigenlijk geen opmaat en geen achterdeur naar een permanente opname. Dus daar zou wel goed naar gekeken worden. Want kijk, het begint natuurlijk bij het ELV. Op het moment dat iemand op een ELV terechtkomt, is het de bedoeling dat iemand gewoon naar huis gaat. Dus het is eigenlijk niet de bedoeling van een ELV naar een WLZ-crisis en dan vervolgens naar een reguliere WLZ-plek. Dus het is ook wel van belang, en dat is ook wel wat ik wil meegeven, van zorg dat je je patiënt goed kent. Het gaat natuurlijk om oude en kwetsbare mensen, waarbij we echt niet altijd van tevoren alle situaties kunnen bedenken. Maar op het moment dat we weten van er is gewoon sprake van een geleidelijke achteruitgang, en we zien dat die 24 uur zorg gewoon echt aan de orde is, en het wordt niet beter hè, in geval van dementie, vraag op tijd die WLZ-indicatie aan, want het voorkomt daarin een hoop gedoe. Dus dat is echt wel een belangrijke. En het is ook wel goed om te zeggen dat dat vaak niet gedaan wordt, omdat daar wel gewoon een eigen bijdrage vanuit het CRK wordt gegeven. En die kan best flink zijn, omdat er ook het vermogen mee wordt berekend. Maar aan de andere kant voorkomt dat wel een hoop gedoe op het moment dat iemand dus eigenlijk die WLZ-indicatie wel nodig heeft, maar nog niet heeft gekregen. En dat is ook wat het aanmeldportaal, daar kom ik zo dadelijk wel op, wel ook gewoon echt wel streng op zijn. En ook wel waarschijnlijk ook wel steeds strenger op zullen worden. Omdat we wel gewoon zien dat het aantal intramurale plekken, dat neemt natuurlijk af. We zien gigantisch de vergrijzing toenemen. Dus dat betekent wel dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Maar dat betekent ook tegelijkertijd dat mensen wel met het juiste potje, dus hè, is het zorgverzekeringswet of WLZ, met het juiste potje met geld en zorg daarin thuis kunnen blijven wonen. Dus als het moment, op het moment dat het zo is dat iemand dan tijdelijk niet thuis kan blijven wonen, dat iemand ook wel meteen op het juiste bed terechtkomt. Ja, dat sluit hier wel bij aan inderdaad. Hier wordt gezegd van door Bente, die zegt van zodra een WLZ-indicatie er is, dan zou het, en dan komt het uit een ander potje, dan zou het kostbaar zijn om op een wachtlijst te staan voor een verpleeghuis. Klopt dit? Nou, je hoeft dus niet op een wachtlijst te staan. Het is wel van belang dat er een aanbieder van voorkeur wordt opgegeven. Want die wordt op dat moment verantwoordelijk. Dus gewoon voor de hele zorgcoördinatie. En dus ook op het moment dat er een tijdelijk verblijf nodig is. Maar het wil dus niet zeggen dat op het moment dat je een WLZ-indicatie krijgt, dat je dus per se, even terug naar een paar sheets terug, dat je zorg in natura opname in een instelling moet gaan realiseren. Want je kan je WLZ-indicatie dus ook bijvoorbeeld via een VPT of een NPT ten gelde maken. Dus dat idee is er wel van, hè, op het moment dat je een WLZ-indicatie hebt, dat je op een wachtlijst moet staan voor een verpleeghuis. Maar op het moment dat je aangeeft bij het CIZ en bij het zorgkantoor daarna van ja, maar ik wil mijn WLZ-indicatie, wil ik thuis ten gelde maken met een VPT bijvoorbeeld of met een NPT. En het zorgkantoor zegt van ja, dat is een goed idee, dat kan. Dan sta je helemaal niet op een wachtlijst. Nee, want dan blijf je gewoon thuis wonen. Dan blijf je gewoon thuis, ja. Hier wordt nog een vraag gesteld over de kosten. De verschillende indicaties, WLZ, NPT en VPT. En wat zijn de kosten daarvan? Ja, dat heeft te maken met de eigen bijdrage. Bij de zorgverzekeringswet, dus de ELV en de GRZ, dus de eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg, is de eigen risico van toepassing. Nou, dat is gewoon de eigen risico zoals die voor iedereen geldt bij de zorgverzekeringswet.
Bij de WLZ is het zo dat er een eigen bijdrage vanuit het CHK wordt geheven. En wat we zien in de praktijk is dat veel mensen die op een EOV terechtkomen, dat die bijvoorbeeld al lang door hun eigen risico heen zijn. Dus dat daar geen kosten aan vastzitten. En mensen met een WLZ, daar blijft dus die eigen bijdrage van het CHK doorlopen. Dus dat is iets wat maandelijks doorgaat. En dat heeft ook wel voor wat verschillen geleid. En dat ook wel dat mensen zeggen, nou dat doe ik dan niet. Want gewoon puur vanuit de financiële overweging. VWS heeft ook wel gezegd, van, ja dat kan nou eigenlijk ook weer niet de bedoeling zijn. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Maar ja, daar is de afgelopen anderhalf jaar nog niet echt de prioriteit naar uitgegaan. Ja, dat is een mooi antwoord. Nou, ik krijg een aantal vragen over wie is nou precies het dossierhouder of wie is verantwoordelijk als de WLZ is aangevraagd. Dus wie is dan verantwoordelijk? Ja. De huisarts is medisch verantwoordelijk, zolang die zorg nog gewoon thuis wordt geboden, is de huisarts medisch verantwoordelijk. Maar de zorgaanbieder, de VVT-aanbieder, is dus verantwoordelijk op het moment dat er een tijdelijk verblijf geregeld moet worden. Dus daar zit het verschil in. Ja, dus bij een NPT of een VVT, dan is VVT, ja. Ja, excuus voor de vreselijke hoeveelheid aan afkortingen. Ja. Dan is blijft de huisarts verantwoordelijk. Medisch verantwoordelijk, ja. Tenzij dus iemand met een WLZ-indicatie tijdelijk wordt opgenomen, dan is op dat moment tijdelijk de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk. En dat geldt ook voor de mensen die tijdelijk worden opgenomen bij een hoogcomplexe EOV of bij de geriatrische revalidatiezorg. Dus de huisarts blijft alleen medisch verantwoordelijk zolang iemand nog gewoon thuis woont. Of dat nou met zorg uit de zorgverzekeringswet of zorg uit de WLZ is. En de huisarts blijft medisch verantwoordelijk bij de EOV laag. En op het moment dat iemand tijdelijk ergens anders gaat verblijven, dan is het dus behalve bij EOV laag, gaat die verantwoordelijkheid tijdelijk over naar de specialist ouderengeneeskunde. Dat waren de vragen. Oké, dan gaan we door. En ik heb, jullie krijgen dit ook nog hoor, maar dit is ook een beetje van het stroomschema van het tijdelijk verblijf. Op het moment is dat er geen WLZ-indicatie aanwezig is, van waar kom je nou eigenlijk precies terecht? Nou, dit geeft eigenlijk een beetje het overzicht aan van op het moment dat er geen ziekenhuiszorg nodig is en de medische zorg thuis ook niet mogelijk is. Er is geen permanente behoefte, hè, want dan is het gewoon een WLZ intramuraal. Dan is de vraag, is het revalideerbaar of niet? Is het meervoudig of niet? En dan weet je waar iemand terecht komt. In Amsterdam is het zo dat we een aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam hebben. En die hebben daarin ook de route van de aanmelding Tijdelijke Zorg heel mooi in een overzichtje aangegeven. Ik zie dat die bij mij niet helemaal scherp is, maar jullie krijgen in ieder geval nog dit nagezonden. En ook met de linken van de verschillende websites ontvangen jullie nog. Dus dan kan je nog eens even rustig en scherp nakijken. Maar dit is eigenlijk een beetje het laatste stukje van wat ik net liet zien. Gaat over die route van de aanmelding tijdelijke zorg. En uiteindelijk is het fijne, want dat is niet lang niet overal in Nederland, maar in Amsterdam is dat wel zo geregeld, dat we gewoon één telefoonnummer hebben. En dat ene telefoonnummer kan gebeld worden zodra er dus sprake is van een EOV, een GRZ of van de WLZ-indicatie. Nou, waarom heb ik dit dan allemaal verteld als je toch één nummer hebt die je kan bellen? Het begint al met het feit van, gaat het over ziekenhuiszorg of niet? En daarbij hebben we ook nog in Amsterdam de wijkkliniek. Dus dat moet je allereerst weten. En vervolgens is het zo, op het moment dat er wel sprake is van respijtvoorziening van de WMO door de gemeente, moet je hier ook niet bij zijn. Dus op het moment pas met de EOV of de GRZ of de WLZ-crisis, bel je het nummer. Maar vervolgens bespreek je ook wel met degene van het aanmeldportaal, bespreek je het hele afwegingsinstrument. Daar wordt ook allerlei input van jou verwacht en eigenlijk wordt ook van tevoren altijd ingeschat, is het bijvoorbeeld een EOV laag of is het een EOV hoog? Dus je moet wel goed weten waar je op uit moet komen. Dus vandaar dat het ook belangrijk is om die verschillen goed te weten. Het aanmeldportaal, ik zei hem net al, hij is er volgens mij inmiddels al 3,5 jaar voor de huisarts en sinds 2 jaar voor de SEH.
Over het algemeen werkt het portaal goed. Het is ook een portaal wat in samenwerking tussen de verschillende organisaties is opgezet. En het gaat echt over de ketenvorming. Dus los van de bestaande hokjes, schuttingen, noem maar op. Echt zoeken naar de juiste oplossing voor de patiënten. Hij is dus ook 24 uur per dag beschikbaar. Waarbij wel moet opgemerkt worden dat van 8:30 's morgens tot 11:00 's avonds is dat voor de ELV. Maar de WLZ-crisis die is echt 24/7 beschikbaar via het aanmeldportaal. Het aanmeldportaal die heeft inzage in de beschikbaarheid van ongeveer 200 bedden in de regio. En die zorgt er dan vervolgens ook voor dat zodra dat aanmeldformulier is doorlopen, dat er dan een plek wordt geregeld. En zij gaan dus ook op zoek naar, de plek voor iemand. Nou, dat is dus ook wel van belang dat je ook weet en ook met je patiënt afstemt. Waar wil iemand wel of niet terecht? Dan kan je zeggen van ja, op het moment dat er een tijdelijke opname is, dan heeft iemand niet zo heel veel te wensen. Dat klopt wel. Maar toch zien we nog wel eens dat het zo is dat bijvoorbeeld ook familie zeggen van nou, maar als het zo ver weg is, dan regelen we het nog wel even een dag of twee, dan redden we dat nog wel. Dus zorg dat je dat gewoon vooraf gewoon in ieder geval ook heel goed weet. Dus dit portaal bel je eigenlijk op het moment dat er sprake is van tijdelijke zorg. Behalve als er sprake is van de WMO-zorg of sprake van ziekenhuiszorg of van de wet zorg en dwang voor de GGZ. Dat is weer eigenlijk iets een ander verhaal. Maar dat moet je eigenlijk, wat ik net zei, maar even aan denken op het moment dat iemand zich echt verzet tegen opname. Het afwegingsinstrument wat ik jullie net al eventjes noemde, dat bespreek je dus met degene van het aanmeldportaal over. Allereerst komt de vraag, is er sprake van een WLZ-profiel? Dus dat moet je gewoon weer heel goed weten. En op het moment dat die er niet is, wordt toch gekeken, zou die er eigenlijk niet moeten zijn. En die vraag die wordt gesteld bij de tweede vraag van welke zorg is nodig en waarom. Dus op het moment dat daarop blijkt van hè, iemand heeft bijvoorbeeld vergevorderde dementie, geleidelijke achteruitgang, het gaat gewoon niet goed, het is geen acute gezondheidssituatie die verslechtert. Dus waarom is die zorg nou precies nodig? Zijn er verder bijzonderheden? Nou, denk aan bijvoorbeeld een zwaarlijvig iemand of een heel lang iemand, nou, dat soort bijzonderheden. Is er 24 uur toezicht nodig? Nou, daarin heb je eigenlijk ook weer een beetje de vraag, is er eigenlijk geen sprake van een WLZ? Is er sprake van meervoudige problematiek? Dat is weer de afweging. Is het EOV laag of is het EOV hoog? Dus bedenk goed van wat is er allemaal aan de hand. Dus niet alleen waarom iemand tijdelijk die opname nodig heeft, maar wat is er nog meer aan de hand en kan dat elkaar weer beïnvloeden? En wat hebben we eigenlijk met elkaar bedacht wat de prognose is voor terugkeer? Dus echt gewoon weer terugkeer naar huis. Nou, en dan bespreek je met elkaar van, oké, en wat is dan voor iemand de meest passende en geschikte plek? En dan gaat het aanmeldportaal op zoek naar een bed. En dat bed, dat kan eigenlijk meestal wel geregeld worden. Een heel enkel keer niet. Dat kan zijn omdat alle bedden vol zijn en alle bedden bezet zijn. Ook daarbij geldt, bij de WLZ mag dat geen reden zijn, want de WLZ-bed moet altijd beschikbaar zijn, een WLZ-crisisbed. Maar het kan dus zijn bij de EOV of de GRZ dat die bedden gewoon vol zijn en er niet zijn. Nou, de afspraak is eigenlijk dan dat er aanmeldportalen dat die op zoek gaan bij de buurportalen. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld in de Zaanstreek terechtkomt, omdat dat daar bijvoorbeeld dan een bed geregeld wordt. En op het moment dat bijvoorbeeld ook allemaal vol is en er wordt nog verder gekeken, dan zou het kunnen zijn, dat wordt gezegd, beste huisartspraktijkondersteuner, we hebben echt geen bed, we weten het niet. Maar die situaties die zijn eigenlijk bijna niet aan de orde. En dat is ook wel wat het aanmeldportaal absoluut probeert te voorkomen. Bij een WLZ-indicatie mag dat aanmeldportaal dat niet zeggen. Want op het moment dat alle bedden bezet zouden zijn, dan moet die aanbieder dus regelen dat iemand gewoon de juiste zorg krijgt. Dus dan ligt die verantwoordelijkheid, die kan niet terug worden gelegd bij de aanvrager, bij de huisarts of de praktijkondersteuner. Maar dan wordt die aanvraag teruggelegd bij de WLZ-aanbieder. Van voorkeur. Dus waar iemand met zijn indicatie heeft gezegd, daar wil ik de zorg van hebben. Dat is zeg maar de dominante zorgaanbieder. Want met een MPT kan je natuurlijk dat ook meerdere hebben. Maar dat is zeg maar de eerste, de voorkeursaanbieder. Een aantal lastige gevallen kan je je zo voorstellen. Van, hè, is het nou EOV laag of is het nou thuis met thuiszorg?
Dat zijn ook wel dingen die je bijvoorbeeld kan bespreken of aan de orde kunnen komen op het moment dat je belt met het aanmeldportaal. En dat is ook iets waar je met elkaar wel over van gedachten kan wisselen. Maar het verschil hierbij is dat het eigenlijk dat de planbare zorg, is die nou mogelijk? En is er geen medisch noodzakelijke opname? En wat is het risico op complicaties? Dus kan iemand daarin wel of niet thuis blijven? Dus op het moment dat het planbare zorg is, ja, dan kan je daarin dat thuis heel nog wat gaan regelen. GGZ of de EOV hoog. Hè? Het is natuurlijk allebei multidisciplinair. Het is allebei hoogcomplexe zorg. Meerdere aandoeningen of beperkingen die elkaar kunnen beïnvloeden. Maar de EOV gaat echt over het feit dat er geen revalidatievraag moet zijn. Het moet wel gaan over een herstel en een terugkeer naar de thuissituatie, maar het is geen revalidatievraag. En bij de GRZ dus wel. Daarin heb je ook vaak veel meer behandeling nodig om dat doel te behalen dan bij de EOV hoog. En is nou GRZ of de WLZ? Nou, daarbij scheelt het echt over van wat is nou de verwachting rondom prognose. En dus GRZ kom je echt altijd weer terug naar huis. Dat is de bedoeling. En dat is ook iets waar de GRZ-aanbieders ook wel streng op zijn. Omdat op het moment dat iemand te lang blijft op de GRZ-afdeling, dat daar financiële gevolgen aan vastzitten. En bij een WLZ is dat dus gewoon niet altijd meer mogelijk. Nou, het is een heel verhaal, dat besef ik me. We hebben dus ook een overzichtje gemaakt met de verschillende vormen van EOV laag, hoog, palliatief, GRZ, WLZ en respijtzorg. Zodat je ook even rustig kan zien van, hey, wat is nou het doel, wie behandelt, hoe lang mag je blijven en dergelijke. Dus die kan je daar nog eens een keer rustig op nalezen. Zijn er voor nu vragen over, Mathilde? Nee, ik zie alleen nog een nagekomen vraag. Ja, het is wel inderdaad een voor de regisseursvraag. Hè? Dus misschien die krijg ik ook meerdere keren van wie houdt nou precies de regie als iemand toch al een WLZ-indicatie heeft, maar nog wel de zorg thuis krijgt. Dus bij een MPV of een MPT of een VPT. Ja, nou ja, daarin is eigenlijk weer van de medische verantwoordelijkheid ligt dus bij de huisarts en de, zeg maar de voorkeursaanbieder, degene die het meeste levert, die is verantwoordelijk wel voor de regie rondom de zorg. Maar op het moment dat echt gaat over de verpleging en de verzorgingen, dan wordt een zorgplan voorgemaakt, daar worden doelen ingesteld, daar worden de acties in geformuleerd en die verantwoordelijkheid ligt bij die zorgaanbieder. Maar de medische zorg, dat is echt de verantwoordelijkheid van de huisarts. En dat betekent dus ook dat er goede afspraken over gemaakt moeten worden. Dus hè, hoe weet je dat het behandelbeleid aansluit bij het zorgbeleid? Want dat zijn dus eigenlijk twee verschillende dingen waar twee verschillende regisseurs op zitten. Dus dat is wel van belang om dat goed met elkaar en zeker in het overleg. Bijvoorbeeld met de praktijkondersteuner en de case manager als die er is en de wijkverpleegkundige. Juist dat met elkaar goed af te stemmen. En hoe zorg je dan uiteindelijk met elkaar tot een eenduidig beleid en een zo goed mogelijk zorgplan? Dat het past bij wat iemand wil en wat iemand nodig heeft. En ook uiteindelijk dan nog bij de indicatie die beschikbaar is. Dus daar zit echt wel het verschil in. Maar dus, en het lastige is natuurlijk in de praktijk dat het niet altijd gescheiden werelden zijn. En dat je juist vanuit het medisch beleid ook wel wil weten van, hey, wat gebeurt er met iemand en hoe gaat het met iemand? Dus dat je daar gewoon ook echt de inzage in moet hebben en de afstemming met elkaar over goed moet regelen. Maar dat was de voornaamste vraag die ik kreeg. Oké. Dan ga ik door naar de rol van de praktijkondersteuner en de aanmelding van de tijdelijke zorg. Waar het in ieder geval om gaat bij de propositie van de praktijkondersteuner ouderenzorg in Amsterdam, is dat echt wordt gezegd dat het regelen van tijdelijke bedden, dus spoedbedden en ook andere opnames en verwijzingen, een van de taken is van de praktijkondersteuner. Het aanmeldportaal in Amsterdam zegt ook van, nou, dat vinden wij eigenlijk ook wel van groot belang, omdat die praktijkondersteuner vaak die betreffende patiënt veel beter kent dan de huisarts. En die weet ook vaak goed hoe bijvoorbeeld de sociale kaart van de familie eruit ziet en welke mogelijkheden er vanuit de mantelzorgers geboden kan worden.
Dus het aanmeldportaal zegt ook van, doet eigenlijk een beetje een oproep voor zover jullie misschien nu niet, dat weet ik natuurlijk niet, want jullie zijn met heel veel. Maar praktijkondersteuner, doe dat, bel ons op en bespreek het met ons. En zorg wel daarvoor dat je goede afspraken met je huisarts hebt gemaakt. Dus dat de huisarts ook zelf zegt van, hè, ik wil dat mijn praktijkondersteuner dat doet. Maar ook dat je echt over alle relevante informatie beschikt. Dus niet alleen wat is de zorgvraag en waarom is dat veranderd en waarom is die opname nu nodig. Maar ook de medicatielijsten en dergelijke. Dat je dat allemaal beschikbaar hebt, zodat je dat met het aanmeldportaal kan delen. Ik noemde hem net ook al even van zorg voor goede afstemming met de patiënt en met de familie. Zeker als het gaat over dat iemand wat verder weg misschien geplaatst kan worden dan waar de oorspronkelijke voorkeur ligt. Dus zorg dat je dat ook goed hebt afgestemd. En verder, maak goede afspraken over de terugkoppeling. Zeker als een aanvraag wat later op de dag wordt gedaan. En er wordt een bed gevonden na bijvoorbeeld 5 uur 's middags. Hoe kan het aanmeldportaal dat terugkoppelen? Zeker omdat vaak dan de praktijken niet meer bereikbaar zijn. Dus zorg dat je daar goede afspraken over maakt. Van hoe zorg je ervoor dat die terugkoppeling vanuit het aanmeldportaal terugkomt bij jou, bij je huisarts of en natuurlijk ook bij de patiënt en de familie. Dus dat zijn nog even een paar overwegingen die ik graag aan jullie wilde meegeven. En dan wil ik nu doorgaan naar de palliatieve zorg. Want dat is ook nog een onderdeel waarin gevraagd was om daar toch nog even wat nadere toelichting op te geven. Van goh, hoe zit dat nou eigenlijk met die palliatieve zorg en waar kunnen we dat dan precies, waar wordt dat nou precies gegeven en hoe zit dat nou in elkaar? En zeker ook op het moment dat iemand de WLZ-indicatie heeft. Nou, daar zal ik jullie even de laatste 10 minuten proberen wat meer duidelijkheid over te geven. In ieder geval is het zo dus dat de palliatieve zorg begint als iemand zo ziek is dat de behandeling die gericht is op genezing, dat die of te zwaar is of geen perspectief meer biedt. En de palliatief terminale zorg begint dan op het moment dat de levensverwachting korter is dan 3 maanden. Nou, dat is gewoon eigenlijk wel iets wat vaststaat, korter dan 3 maanden. Maar op het moment dat die levensverwachting korter is dan 3 maanden en iemand komt dus in die palliatief terminale fase aan en iemand leeft nog langer, dan duurt die fase natuurlijk wel langer hoor. Dan gaat niemand daar ingewikkeld over doen. Palliatieve zorg is in ieder geval thuis of in een zorginstelling mogelijk. Dus hij staat er ook thuis of in een bijna thuishuis, in een hospice. Nou, er zijn 4 in Amsterdam. Of in een palliatieve unit in een verpleeghuis. Nou, dat hebben we er ook weer 4 in Amsterdam. En er is ook een website met een, ik heb ook een link daarvan opgenomen, bij die palliatieve zorgzoeker. En dan kan je precies zien waar de palliatieve bedden vrij zijn. Dus dat is in ieder geval een mooi overzicht, waarbij je dan niet zelf hoeft te zoeken. Want met het verschil met de EOV en de GRZ en de WLZ, is dat hierbij kan je niet het aanmeldportaal bellen. Dus op het moment dat je een palliatief bed wil regelen, dus bijvoorbeeld in een hospice, dan zou je zelf op zoek moeten gaan of de patiënt of de familie van hé, waar is een bed vrij en vervolgens zelf contact opnemen. De palliatieve zorg is zodanig in Nederland geregeld dat we ook hier weer te maken hebben met de verschillende financieringen en vergoedingen. En dat heeft ook weer alles te maken of er wel of niet die WLZ-indicatie is. Dus vandaar dat ik daar een beetje op blijf hameren. Je moet weten welke indicatie iemand heeft, want dat is gewoon heel erg van belang hoe de zorg vergoed en geregeld wordt en dus ook waar die verantwoordelijkheid ligt. Nou, de Zorgverzekeringswet die regelt in ieder geval de zorg thuis of in een hospice. En op het moment dat de zorg in een hospice wordt geleverd en alle Amsterdamse hospices zijn, die vallen onder de wijkverpleging. Dan wordt die behoefte door de wijkverpleegkundige of door de transferverpleegkundige in het ziekenhuis geïndiceerd. Bij de tweede heb ik hem de WTZ toegelaten hospice dus ook tussen haakjes staan, want die zijn er niet in Amsterdam. Dus dat is eigenlijk voor hier heel makkelijk. We hebben wel de palliatieve unit, dus dat zijn de units in de verpleeghuizen. Daarin wordt de afweging door de huisarts of door de transferverpleegkundige gemaakt. En die transferverpleegkundige doet dat onder de verantwoordelijkheid van de specialist. Op het moment dat palliatieve zorg via de zorgverzekeringswet is geregeld en wordt vergoed,
dan geldt er geen eigen bijdrage voor de zorgverzekering voor, maar wel vaak voor de hospice. Dat is dus vaak de bijdrage die zij vragen voor het eten, drinken en het verblijf. En er zijn aanvullende verzekeringen die dat dan bijvoorbeeld ook weer vergoeden, maar dat zit niet standaard in de basisverzekering. Op het moment dat iemand nou een WLZ-indicatie heeft, en daar heb je hem weer, dan wordt alle palliatieve zorg wordt vergoed vanuit die WLZ. Ik heb even een uitzondering erbij staan. Een lage ZZP die voor 1-1-2015 is afgegeven, dan niet. Dan gaat iemand naar de zorgverzekeringswet. Maar je kan je voorstellen dat dat bijna niet meer aan de orde zal zijn. Bij de wet langdurige zorg is het ook zo wel geregeld dat als iemand een zorgprofiel heeft, dus iemand heeft bijvoorbeeld een zorgprofiel 5, hè, dat is beschut wonen met dementie, voor dementiezorg. En eigenlijk zegt dat zorgprofiel van ja, je hebt zoveel uren, maar dat is te weinig voor de palliatieve zorg. Dan kan daar extra budget voor geregeld worden. En op het moment dat iemand een VPT heeft, dan is dat direct mogelijk. Dan is het van belang dat de wijkverpleegkundige of de palliatieve verpleegkundige aangeeft waarom die extra uren nodig zijn. Dat wordt vastgelegd in het zorgplan en dan is het klaar. Op het moment dat iemand een PGB of een MPT heeft, dan is het weer net even iets anders. En dan moet die extra uren bij het zorgkantoor worden aangevraagd. En dan is een terminaliteitsverklaring nodig. En dat wordt dus door de huisarts afgegeven. Vraag me niet waarom ze dit onderscheid hebben gemaakt, maar het is nu eenmaal zo. En dat geeft ook wel eens wat verwarring. Dat je misschien wel eens te maken hebt gehad met een patiënt. En die had een WLZ-indicatie en die woonde thuis met een VPT. En op het moment dat je daar extra zorg nodig had, kon het gewoon worden ingezet. En even later heb je te maken met een patiënt met een PGB. En wil je extra zorg in laten zetten en dan moet er ineens van alles geregeld worden. Maar dat is dus echt zo. Het is wel zo dat dus uiteindelijk mag het niet uitmaken of iemand nou wel of geen WLZ-indicatie heeft. En dus dat de zorg wel of niet via de WLZ of de ZVW vergoed wordt. De mogelijkheden zijn gelijk. Van belang is nog wel dat op het moment dat de mantelzorgers ondersteund moeten worden, dat dat via de gemeente loopt. En de huishoudelijke zorg, op het moment dat iemand die WLZ-indicatie heeft, gaat dat via de WLZ en anders gaat het weer via de gemeentes. Op het moment dat iemand nou intramuraal woont, dus zeg maar in het oude verzorgingshuis, wat ik niet meer mag zeggen, maar dan weet iedereen wat ik bedoel, waarbij de huisarts verantwoordelijk is. Dan kan ook gewoon die palliatieve zorg worden ingezet. Betekent ook niet dat iemand per se naar een hospice of naar een palliatieve unit moet. Iemand kan gewoon blijven wonen waar die al woont en daar zijn laatste levensfase doorbrengen. Maar dan is het wel mogelijk ook om die extra palliatieve zorg te krijgen. Maar dan heb je wel een paar aanvullende voorwaarden nodig. De eerste is dus dat er een noodzaak moet zijn tot zeer intensieve 24-uur zorg. Er moet noodzaak zijn tot bestrijding van zware pijn, of verwardheid, of benauwdheid, of onrust. En er moet sprake zijn van complexe zorg in de inzet van disciplines. En er moet noodzaak zijn van continue nabijheid van zorg. Nou, wat is daarvoor voor nodig? In ieder geval dat ook weer de huisarts een terminaliteitsverklaring daarin aangeeft. Dat het zorgplan wordt aangepast op een aantal onderdelen, maar ook dat de rapportage en de evaluatie dit beschrijft. Dus waarom die aanvullende voorwaarden aan de orde zijn en hoe dat vervolgens is geleverd. Dus eigenlijk kan je ook op het moment dus iemand intramuraal woont, gewoon nog heel veel doen in de palliatieve zorg. Maar die voorwaarden zijn dus wel even ietsje strenger dan wat er in de thuissituatie en zeker bij de mensen met een VPT mogelijk is. Maar uiteindelijk is dat allemaal mogelijk. En ook als iemand intramuraal woont en in de palliatief terminale fase aankomt, dan is het ook mogelijk om alsnog naar een hospice te gaan of thuis bijvoorbeeld toch te gaan of naar een palliatieve unit. Dat kan. Maar op het moment dus dat iemand al in het verzorgingshuis woont, heeft hij sowieso een WLZ-indicatie en dan wordt die zorg volledig uit de WLZ-indicatie vergoed. Dus daar zit het verschil. Ik heb nog 2 minuten, dus we komen bijna bij de vragenronde aan. Dus ik zou die daar eigenlijk graag voor willen benutten. Wat ik in ieder geval hier voor jullie heb gedaan, is een aantal van de websites wat ik heb genoemd op een rijtje gezet, zodat je zelf daarin kan doorklikken en je informatie daarin kan vinden.
Nou, ik ben gewoon 2 minuten van tevoren klaar. Dat had ik niet verwacht. Dus dat is mooi, want dan kunnen we nog overgaan naar de vragen. Dan stop ik met het delen van mijn scherm. En dan kijk ik Mathilde aan of er nog vragen zijn binnengekomen. Misschien over de palliatieve zorg of nog over de andere onderdelen van de tijdelijke verblijfsvormen. Ik heb geen vragen over palliatieve zorg nog binnengekregen. Die komen misschien nog. Ja, behalve, maar dat volgens mij is hij al beantwoord over het gevolg als je een WLZ, NPT of VPT hebt en je hebt palliatieve zorg thuis nodig. Ja. Die krijg ik binnen en ik krijg nog één. Nou, ik zal zo meteen een andere vraag stellen, anders dan gaat het door elkaar. Maar de vraag van op het moment dat je een NPT of een VPT hebt en je hebt palliatieve zorg nodig. Ja, dat kan. En sterker nog, dus op het moment dat je palliatieve zorg nodig hebt en die is meer dan wat je op je grond van je indicatie hebt gekregen nodig is, dan kan dat gewoon met een VPT worden gedaan. Dat moet wel worden verantwoord en worden uitgelegd in een zorgplan, maar dat kan. En bij een NPT en een VPT heb je daar even iets meer uitleg voor nodig en die terminaliteitsverklaring, maar dan kan dat ook. Dus je kan die palliatieve zorg ook gewoon met een WLZ-indicatie ook in de thuissituatie gewoon inzetten. En ik kreeg een vraag over het PGB. Hoe houdt de huisarts de medische eindverantwoordelijkheid als er een PGB is afgegeven? Hoe werkt dat? Nou, ja, dat verschilt natuurlijk hoe iemand zelf een PGB inzet en regelt. Maar het PGB is natuurlijk eigenlijk alleen voor de verzorging, de verpleging, de begeleiding, de ondersteuning en niet voor de behandeling. Die PGB wordt nooit voor behandeling gegeven, dus dat kan niet. Dus die behandeling wordt daarin eigenlijk gescheiden. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld in een verpleeghuis woont, dan heb je daar ook een stuk behandeling. En dan gaat dat dus over van de huisarts naar de specialist oudergeneeskunde. Maar dat zal in de thuissituatie nooit gebeuren. Dus dat zijn als het ware dan 2 gescheiden onderdelen, de verzorging en de behandeling. De behandeling is de huisarts en de verzorging is dan op dat moment de patiënt zelf in verantwoordelijk hoe dat te regelen. En daar zit natuurlijk vanuit het zorgkantoor wel weer een controle op, hè? Van wordt inderdaad de zorg wel ingezet waarvoor de indicatie gesteld is. En wordt dat ook wel door iemand verleend die daarvoor wel, nou ja, in ieder geval bevoegd is om dat vervolgens te doen. Dus die controle op die zorg zit bij het zorgkantoor en de medische verantwoordelijkheid zeg maar, de behandeling zit gewoon nog bij de huisarts. Meteen nog een aanvullende vraag over het PGB, hè. Hoe zet je de thuiszorg in als er al een PGB is? Hoe zet je de thuiszorg in als er een PGB is? Nou ja, dat kan zijn. Ik kan me voorstellen dat het wordt bedoeld van een combinatie, een NPT met een PGB en zorg in natura. Wat daarvoor gedaan moet worden, is contact moet worden opgenomen met het zorgkantoor om te vragen of dat mogelijk is, of dat mag zo worden ingezet. Want een zorgkantoor die controleert om te kijken van of dat haalbaar is. En of dat goed gaat en ook wel of dat efficiënt is. Ik vergeet nog te zeggen, bedenk ik me nu, dat op het moment dat iemand een WLZ-indicatie krijgt, dat iemand recht heeft op cliëntondersteuning. Dat is gratis toegankelijk en dat is voor iedereen beschikbaar. En een cliëntondersteuner die kan ook bijvoorbeeld kijken en meedenken van hoe kan je die zorg zo goed mogelijk organiseren. Ik krijg hier ook nog een opmerking dat de thuiszorg niet graag een PGB inzet. Maar dat is van een andere orde opmerking. Ja, nee hoor, dat klopt. Er zijn thuiszorgaanbieders die dat helemaal niet graag willen. Dat is zo. Ja. En je ziet ook wel dat meer thuiszorgaanbieders nu ook gewoon dat VPT meer gaan aanbieden. Om te zorgen dat eigenlijk alle zorg wat voorheen in een verzorgingshuis werd geleverd, dat nu thuis gebeurt. En dat kan ook wel samen worden afgewogen van nou, hoe gaan we dat doen, hè? Want in feite heb je ook dan op het moment dat je een VPT hebt, zelfs recht op de koffie en de thee en het fruit. Wat je ook in het ouderwetse verzorgingshuis kreeg. Waarvan sommige mensen zeggen van nou weet je, laat dat maar zitten. Maar ik heb daarvoor liever iets anders in de plaats. Dus dan kan je dat ook met elkaar zo afspreken.
Maar dat is juist ook echt bedoeld om te zorgen dat iemand ook met die WLZ-indicatie, met die 24 uur zorg, gewoon zo lang mogelijk goed en veilig thuis kan blijven wonen. Dus dat zie je wel, dat thuiszorgaanbieders zich daarmee op aan het richten zijn. Ik zie geen andere vragen meer. Nee, wel nog de vraag of ze jouw presentatie kunnen krijgen, maar dat is een, ja. Die gaan we nasturen. Die gaan we nasturen, jazeker. Ja. Nee, ik zie voor de rest niet. Nee, want voor de rest is het allemaal gelukkig al beantwoorden mensen ook in de mail. Dus dat is wel heel mooi in de chats. Oké. En we vragen ook iemand van waar kunnen we het webinar terugzien? En dat is natuurlijk een mooie vraag. Dat is eigenlijk ook een vraag aan de Ela. Hè? Van, wij zullen het op onze site zetten om waar je het terug kan zien. Dat is denk ik wel een hele mooie. Ook voor degenen die halverwege zijn weggegaan. En degenen die misschien niet in de gelegenheid waren om het te bekijken. En ik krijg nu ja. Heel veel terug van dankjewel. Helder gedaan. Fijn om het goed te horen. Dus dat is goed om terug te krijgen. Nou, en ik krijg nog een vraag van hoe kunnen we, als je signalen hebt over ingezette pgb-zorg dat niet goed loopt, waar kan je dan terecht? Bij het zorgkantoor. Dus de klachten over een ingezette pgb ja. die niet loopt, kan naar het zorgkantoor. Ja. Nou, volgens mij krijgen we alleen maar nu positieve, dat het vrij duidelijk, dat het allemaal duidelijk is. En dat het een helder beeld heeft. Nou. Dan ronden wij af. Dat is denk ik een hele mooie. Echt inderdaad, krijg ik ook bedankt. Iedereen ook heel erg bedankt. Ja, ik pak maar weer het stokje over van Nicole, inderdaad. En we moeten ook nog even we sturen ook nog een evaluatieformulier na om te vragen of dit aan de behoefte heeft voldaan. Dus vul dat vooral in ook allemaal. En we willen dit in de toekomst nog vaker gaan doen. Dus we gaan vaker webinars geven. Vooral voor jullie als POH-ouderen. En ik zag een aantal huisartsen er ook bij zitten. Maar het is vooral gericht op de POH-ouderen. Heel erg bedankt. Nou, jullie bedankt allemaal voor jullie aandacht. En toch het feit dat jullie in deze drukke tijd hier toch even de tijd voor konden maken. En heel veel succes. En ik hoop dat ik jullie inderdaad iets meer duidelijkheid heb gegeven over al deze verschillende vormen en hoe je het kan regelen. Het laatste wat ik wil meegeven, zorg dat je gewoon je patiënt goed kent. En wat ik net al zei, het zijn vaak kwetsbare oudere mensen en we kunnen natuurlijk niet alles voor zijn, maar het helpt wel gewoon om te zorgen van, hè, ken je patiënt, weet wat er is en op het moment dat je een tijdelijk verblijf kan voorkomen, is dat natuurlijk altijd heel erg waardevol. En op het moment dat het zo eenmaal is, omdat mensen kwetsbaar zijn, dan hoop ik dat je nu weet waar je moet zijn en waar je eigenlijk je recht ook op hebt en waar je kan zorgen dat jouw patiënt de juiste zorg krijgt. Mooi kunnen we het niet afronden, denk ik. Bedankt. Jullie ook. Een fijne avond. Fijne avond.